2022, Sterk in Nederland, een Veilig Europa, naar aanleiding van een commissiedebat gehouden op 14 september jongsleden. We starten iets eerder, want ook hier stond maar een kwartier voor en we hebben best veel sprekers, dus dan hebben we weer 5 minuten erbij gewonnen. Dus dank ook voor ieders flexibiliteit om eerder aan te schuiven. Ik heet de staatssecretaris wederom welkom en uiteraard ook de minister van Defensie die ook is aangeschoven en de leden. Ik zie dat de eerste spreker van de zijde van de Kamer al staat en dat is de heer Valstar namens de VVD. De heer Valstar heeft het woord. Ik dacht, als je een haast heeft, dan ga ik er alvast staan. Ik ga gelijk beginnen met de moties. De eerste. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat bij aanvang van een nieuwe kabinetsperiode de toekomstplannen voor de krijgsmacht worden gepresenteerd in de Defensienota. Constaterende dat in de Defensienota 2022 geen verband wordt gelegd met eerder verschenen documenten als de Defensienota 2018, de Defensievisie 2035 en het bij de NAVO ingediende Nationaal Plan. Verzoekt het kabinet bij toekomstige defensienota's tenminste de volgende punten als basis te gebruiken en inzichtelijk te maken in hoeverre daar al dan niet aan wordt voldaan. Zijn de grondwet en de daaruit afgeleide hoofdtaken, de Nederlandse taken en capaciteitseisen binnen de NAVO, het NAVO-strategisch concept en het EU-strategisch kompas, de laatst verschenen defensienota en defensievisie. Verzoekt het kabinet op basis van bovenstaande punten uniformiteit aan te brengen in defensienota's en daarvoor een raamwerk te ontwikkelen en dit minimaal 2 weken voor de behandeling van de begroting voor 2024 naar de Kamer te sturen en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend namens collega's Hammelburg, Boswijk, Segers en Stoffer. Motie nummer 2. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de marine de komende jaren diverse types marineschepen vervangt of aan groot onderhoud onderwerpt, overwegende dat het aantal inzetbare onderzeeboten het komende decennium daalt van 4 naar 2 en nieuw aangeschafte schepen eerst een inwerktraject hebben voor complexe taken zoals onderzeebootbestrijding met helikopters, overwegende dat dit kan leiden tot verminderde inzetbaarheid, uitstroom van personeel en verlies van kennis en kunde voor specialistische taken zoals onderzeebootbestrijding, constaterende dat de defensienota spreekt van verhoogde inzetbaarheid van de marine en extra slagkracht, verzoekt het kabinet de transitie van de marine inzichtelijk te maken, een overzicht op te stellen voor de komende 15 jaar welke marineschepen per jaar inzetbaar zijn en welke schepen in groot onderhoud liggen en dit met de verantwoordingsstukken over 2022 naar de Kamer te sturen en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend namens collega's Boswijk, Segers en Stoffer. En ik krijg er nog 12 seconden terug. Dank u wel, meneer Valstar. Namens de VVD voor uw inbreng, dan is nu het woord aan de heer Jasper van Dijk namens de SP. Voorzitter, in het debat op 14 september wees ik al op het risico van een wapenwedloop, waar vooral de wapenlobby van profiteert. En om die reden moet je dus ook voorkomen dat wapens in verkeerde handen vallen. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de wereldwijde wapenhandel flink is toegenomen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, constaterende dat het risico bestaat dat militaire goederen in verkeerde handen terechtkomen, zoals het voorbeeld van de Iraanse drones laat zien. Van mening dat het risico verkleind kan worden door goederen traceerbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een volgsysteem, track and trace, verzoekt de regering mogelijkheden te verkennen om geleverde wapens en dual-use goederen beter te kunnen traceren en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, de heer Jasper van Dijk namens de SP. Dan is het woord nu aan de volgende spreker van de zijde van de Kamer en dat is de heer Van Hagen namens de groep Van Hagen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat na jarenlange bezuinigingen bij Defensie orde op zaken gesteld moet worden, verzoekt de regering om de bijdrage aan de Europese vredesfaciliteit naar nul terug te brengen, gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat er een personeelstekort is bij Defensie, overwegende dat het aanbieden van contracten voor onbepaalde tijd een positieve bijdrage zou kunnen leveren, verzoekt de regering om te verkennen of Defensie contracten voor onbepaalde tijd zou kunnen aanbieden en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat het Nederlandse en Duitse leger steeds verder gaan integreren, overwegende dat we hierdoor afhankelijk worden van Duitsland voor inzet van materieel, verzoekt de regering om de autonomie van de Nederlandse krijgsmacht voorop te stellen en de Nederlandse defensie niet verder te laten integreren met andere landen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Haga namens de groep Van Haga. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer, de heer Fritsma, PVV. Ja, voorzitter, dank. Het kabinet is met een defensienota gekomen en die wordt gekarakteriseerd door een gebrek aan richting, een gebrek aan prioriteiten en een gebrek aan visie.
Terwijl Nederland niet eens meer in staat is om het eigen grondgebied te verdedigen, wordt bijvoorbeeld nog volop ingezet op het meedoen aan vaak zinloze buitenlandse missies. Het is de hoogste tijd om wezenlijke keuzes te maken waar we onze krijgsmacht voor inzetten. En daar hoort ook de conclusie bij dat we ons nu echt moeten richten op de eerste kerntaak van Defensie, het verdedigen van ons eigen grondgebied. Een blijvende focus op het bevorderen van de internationale rechtsorde staat dit in de weg en daarom dien ik de volgende motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering om de deelname van Defensie aan buitenlandse missies te staken en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Fritsma, namens de PVV. Dan is de volgende spreker de heer Dassen voor VOLT. Dank, voorzitter. Drie moties. De Kamer gehoort de beraadslaging overweging dat het tekort aan kapitaal en munitie in Nederland een structureel probleem is en dat bondgenoten met dezelfde problemen kampen. Overwegend dat hoge energieprijzen en een gebrek aan gekwalificeerd personeel belemmeringen vormen voor het opzetten van productielijnen en dat deze belemmeringen in samenwerking makkelijker te overkomen zijn, constateren dat Nederland al een samenwerking met België en Duitsland binnen de werkgroep Land Battle Decisive Munition van de NAVO heeft, waarin deze landen onderling munitie uit kunnen wisselen, verzoekt de regering in overleg met Duitsland en België te onderzoeken hoe de gezamenlijke productiecapaciteit voor kapitaal en munitie kan worden vergroot en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Boswijk, Valstar en Stoffer. Dank u. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de NAVO sinds 2017 eist dat de lidstaten hun munitievoorraden zo op orde hebben dat de lidstaten minstens een maand kunnen vechten. Overwegende dat de munitievoorraden van veel Europese landen structureel ontoereikend zijn, dat deze voorraden verder zijn geslonken door het leveren van munitie aan Oekraïne en dat deze Europese productie momenteel niet toereikend is om aan de groeiende vraag te voldoen. Overwegende dat producenten over het algemeen klanten met grote orders en lange termijn contracten voorrang geven op klanten met kleine orders, verzoekt de regering om in Europees verband gezamenlijk munitie in te kopen en daarbij ook lange termijn contracten aan te gaan met Europese producenten van munitie en gaat over tot de orde van de dag. En als laatste, voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging overwegend dat Europese producenten van munitie afhankelijk zijn van China voor katoenpluis, een essentieel onderdeel voor de productie van munitie, waarvan de levertijd inmiddels is opgelopen tot 9 maanden. Constateren dat Europa niet afhankelijk zou moeten willen zijn van China voor een cruciaal onderdeel voor de productie van munitie, verzoekt de regering in kaart te brengen hoe afhankelijk Europese producenten van munitie van China zijn voor katoenpluis en alternatieven te onderzoeken en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dassen, namens VOLT. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer, mevrouw Piri van PvdA. Dank, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat een brede veiligheidsanalyse ontbreekt aan de defensienota. Constaterende dat de middelen die worden vrijgemaakt voor de verdediging van Nederland en het bondgenootschappelijk grondgebied alleen effectief kunnen worden benut wanneer actueel dreigingsbeeld hieraan ten grondslag ligt. Verzoekt de regering zo snel mogelijk een actuele en departementoverstijgende veiligheidsanalyse op te stellen en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door mevrouw Bromet. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Piri namens de PvdA. Dan is de laatste spreker van de zijde van de Kamer aan de beurt en dat is de heer Boswijk namens CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laatste vergadering van het jaar. Dus het is mooi om altijd even kort terug te blikken. En ik ga weer een punt opratelen wat ik in maart bij het hoofdlijnendebat al heb aangehaald. En bij het debat over de defensienota in september. En ook bij de begroting, namelijk het belang van de medium en heavy brigades. En dan kan u denken, dan heb je die zeikert weer met het onderwerp. Waarom komt u er nu weer mee? Dat heeft ermee te maken, voorzitter, om twee redenen. We zien op dit moment in Oekraïne hoe het terrein eruit ziet. En ik moet er niet aan denken dat de 13e brigade op dat terrein moet opereren. Maar ook, voorzitter, dat de reactie vanuit het kabinet was, wij doen die capaciteit invullen samen met de Duitsers. Op zich ben ik daar een groot voorstander van. Maar dat ik uit de media, Duitse media, moet vernemen dat de kritiek vanuit de NAVO op Duitsland minstens zo fel is als op de Nederlandse. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de NAVO in haar Defense Planning Capability Review voortdurende tekortkoming constateert in het niet voldoen aan de prioriteitsdoelstelling voor het leveren van een zware en een medium infanteriebrigade door Nederland. Constateren dat de regering ervoor heeft gekozen om een deel van deze doelstelling samen met Duitsland te vullen. Overwegen dat de versterkte samenwerking met Duitsland door verdere integratie van beide landmachten toe te juichen is, maar dat zowel aan de Nederlandse als de Duitse zijde sprake is van schaarste, met name met betrekking tot de tankcapaciteit.
overwegen dat vooralsnog onduidelijk is hoe Nederland samen met Duitsland in staat is om invulling te geven aan de doelstelling van de NAVO, verzoekt de regering om uiterlijk 1 oktober 2023 inzichtelijk te maken voor de Kamer hoe de integratie van beide landmachten vorm gaat krijgen en hoe deze past in de Nederlandse inzet bij de ontwikkeling van een nieuwe capaciteitsdoelstelling van de NAVO en gaat over tot de orde van de dag, Boswijk, Valsa, Zegers, Kuzu, Hammelburg, Dassen en Piri. Voorzitter, daar had ik nog een vraag. Vorig jaar om deze tijd heb ik ook een motie ingediend over de bescherming van de cruciale infrastructuur op de zeebodem. In de zomer kregen we daar een brief over dat het toch nog een beetje zoek is. Wie gaat daar nou eigenlijk over? Het leek even in de snelvaart te komen toen die aanslag er was op de Nord Stream leidingen. Maar inmiddels moet ik wel raden wat nou echt de status is. En tenslotte, voorzitter, ik wil voorkomen dat de beide bewindspersonen die toch ook wel heel veel goed werk hebben verzet in een gat komen. Dus ik wil ze wat leeswerk aanbieden voor onder de kerstboom. Dank u wel. Heer Boswijk namens CDA. En ik zie beide bewindspersonen glimlachen. Dus dat betekent ongetwijfeld dat ze er blij mee zijn. En dan hebben ze iets te doen onder de kerstboom. Voor zover dat nog niet het geval was. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze termijn van de Kamer. De bewindspersonen hebben aangegeven behoefte te hebben aan 5 minuten schorsing. En ik schors daarmee voor 5 minuten.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat Defensienota 2022. Sterker Nederland, veilige Europa. Naar aanleiding van een commissiedebat gehouden op 14 september. We zijn aanbeland bij de beantwoording van de vragen. Volgens mij zijn er 2 gesteld door het CDA. En de appreciatie van de moties. Ik zie dat de minister klaarstaat. Ik laat aan haar of ze begint bij de vragen of dat die voor de staatssecretaris zijn. En begint met de appreciaties. Ja. De minister. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 1 vraag gehoord die aan mij gesteld is. Dus ik ga ervan uit dat de staatssecretaris dan de ander beantwoordt. De steller van de vraag wil ik tevens bedanken voor dit mooie boekje. Zeer veel dank daarvoor. Altijd mooi als mensen de moeite nemen om iets te publiceren. De vraag ging over de zeebodem. En de heer Boswijk heeft daar inderdaad een motie over ingediend. Heeft daar na enige tijd van beraadslaging aan de kant van het kabinet uitsluitsel gekregen over wie de coördinerend minister is voor de Noordzee. Dat is de minister van IMW. Maar er zijn veel departementen bij betrokken en natuurlijk ook Defensie. En nadien bleek dat de heer Boswijk en anderen overigens die hier eerder zorgen over hadden dat dat terecht was. Hebben we de sabotage gezien van Nord Stream. Is er ook nog een andere motie ingediend van de heer Valster ook hier aanwezig. En daar zijn we gewoon volop mee bezig. Ik ben zelf in verband van de Noord-Europese landen, de JEF, bespreken we dit met grote regelmaat. Er is bilateraal overleg met andere landen. Dus Defensie neemt het heel serieus. En neemt ook de inzet en de nieuwe ontwikkelingen daarop serieus. En daar zullen we de Kamer over blijven rapporteren. En overigens is er ook een brief in de maak van de coördinerend bewindspersoon die naar verwachting in januari uw Kamer bereikt. Voor u vervolgd. U heeft de interruptie van de heer Boswijk, CDA. Ja, heel kort al, voorzitter. Nou, het was ook meer omdat ik het vroeg, omdat er van de week een tender is gewonnen door Shell en Eneco, geloof ik. Maar daar stond namelijk niks over die veiligheid opgenomen. En dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk best onlogisch, omdat we het hier toch wel vaak over hebben, waarom dat dan niet in meegenomen is. Dus het zou fijn zijn, ik snap dat dat nu niet op dit moment kan, maar als daar wel naar wordt gekeken, dan wordt ook iets meer, nou ja, wat dichter worden meegenomen in hoe dat gaat. Ik zal dit punt ook mee terugnemen, ook voor die brief die in januari komt. Ook om inderdaad de collega's van EZK en ook de private sector en dit soort bedrijven daar wel degelijk een hele belangrijke rol in hebben. Dat geldt ook voor Defensie, hè? Ook voor het werk wat wij moeten doen. Zullen we dat ook samen met partners moeten doen? Dus dank daarvoor. Dank u wel. Voorzitter, dan de moties. En ik loop ze gewoon af. En als ik er 1 oversla, dan is die bij de staatssecretaris. De eerste motie was van de heer Valster. Die gaat over het raamwerk wat wij zouden moeten ontwikkelen. Ik wil daarbij de volgende kanttekening maken. Of eigenlijk wel wat uitleg geven en kijken of dat overeenkomt met wat de indiener beoogt. Ik zou het willen interpreteren als de wijze waarop we uniformiteit gaan aanbrengen. Dus niet zozeer een vast formaat waar ieder toekomstig kabinet zich per se aan moet houden, maar wel uniformiteit. Want ik vind dat ik een komend kabinet zeg maar niet aan een vast formaat kan verplichten, maar wel aan consistentie. En ik denk dat dat is wat de heer Valster beoogt. Dus met die uitleg zou ik graag de motie oordeelkamer geven. Ik zie de heer Valster knikken. Daarmee krijgt de motie 1 oordeelkamer. Ja. Dan motie nummer 3. Dat is een motie van de heer Van Dijk. Tegen de heer Van Dijk zou ik willen zeggen, 1, de motie dient hij nu hierin bij de Defensienota. Strikt genomen is dit eigenlijk iets wat in de portefeuille van de collega van BHOS zit, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Maar het lijkt me handig als ik hem toch apprecieer hier namens het kabinet. Kijk, zijn zorgen begrijp ik. Natuurlijk. Hè. De wapens kunnen traceren, weten dat ze niet in verkeerde handen vallen. Dat willen we natuurlijk allemaal. En tegelijkertijd zien we nu ook bijvoorbeeld bij levering aan Oekraïne dat de enige manier waarop dit werkt is dat als we de wapens overdragen, we ze ook echt overdragen. Dan zijn we ze kwijt. We hebben er geen track-and-trace codes op zitten. Dat is de afspraak die we gemaakt hebben. En omdat ik de heer Van Dijk niet blij zou willen maken met een dode mus, ontraad ik toch gewoon de motie. Want ik ben bang dat we gewoon niet kunnen leveren op dit punt. Ik geef u heel kort het woord, meneer Van Dijk. Maar ook omdat ik ook al getwijfeld heb in alle eerlijkheid over deze motie. Maar ik sloeg het haakje. Dus ik zou hier niet de discussie. De minister is denk ik zo vriendelijk geweest om hem te appreciëren. Zodat we hem in stemming kunnen brengen. Maar dus echt heel kort en niet een nieuw debat. Want het was al vanmiddag een commissiedebat waar ongetwijfeld nog een later moment nader over gesproken wordt. Heer Jasper Van Dijk, SP. Is allemaal helemaal waar. Dus ik waardeer het zeer dat u dat hier toch bespreekt. Dank daarvoor. Ik wil nog 1 poging doen.
Leest u alstublieft goed de dictum. Er staat slechts, maak een verkenning. Kijk eens even gewoon wat de mogelijkheden zijn. Er is veel sympathie voor het idee. En het gaat natuurlijk niet om reeds geleverde wapens, maar het gaat om een mogelijkheid in de toekomst. Ja, nee, ik heb dat gezien. Dat is ook de reden dat ik toch heb geprobeerd er met een welwillendheid naar te kijken. Het is, verleiding is natuurlijk altijd groot om ook de Kamer zoveel mogelijk tegemoet te komen. Maar ja, wat ik al zei, omdat ik de Kamer ook niet zou willen suggereren dat we dan ook iets kunnen leveren uiteindelijk, denk ik dat zelfs die verkenning, zoals die hier gevraagd wordt, dat niet een, tegemoet gaat komen aan de wens van de heer Van Dijk. Dus dank u wel. We noteren onderraden bij motie 3. Ja, motie nummer 4 van de heer Van Haga, die vraagt om de bijdrage tot nul terug te brengen. Wij willen juist verhogen, dus die ontraad ik. Motie 4 ontraden. Motie nummer 6, de Duits-Nederlandse samenwerking niet verder integreren. Nou, daar zijn we tegenovergestelde zijn we aan het doen, dus ook die motie moet ik ontraden. Motie 6 ontraden. Motie nummer 7 van de heer Fritsma. Nou, hij zal begrijpen dat ik die ook ontraad. Motie 7 ontraden. Dan ben ik bij motie 11. Dat gaat over een actuele departementsoverstijgende veiligheidsanalyse van mevrouw Pierin van Bromet. Er zijn veel analyses die deels de Kamer ook al hebben bereikt. Denk aan de jaarverslagen van de diensten, de AIVD en de MIVD. Denk aan de analyse van de NCTV over de stedelijke dreigingen. En trouwens ook andere analyses van de NCTV. We zijn bezig, het kabinet, met de Rijksbrede Veiligheidsstrategie. Die komt er ook nog aan. Dus ik zou mevrouw Pierin willen vragen, als ze dat allemaal op een rijtje zet, of dat niet eigenlijk is wat zij vraagt. Namelijk een departementsoverstijgende veiligheidsanalyse. Dus mijn suggestie zou zijn, hou de motie misschien nog even aan, maar er is echt heel veel wat volgens mij precies dit vraagt. En ik denk niet dat mevrouw Pierin zou willen dat wij dubbel werk doen. Dus wellicht wil ze dit nog even op haar laten inwerken. Ik kijk even naar mevrouw Pierin of zij bereid is om hem aan te houden. Ook omdat vanavond al de stemmingen zijn. Dus dan is het wel belangrijk dat we dat Want een van de rapporten die ik noemde heeft de Kamer nog niet bereikt. Hè? Dus dan zou ze na afloop daarvan haar mind kunnen opnemen. Ik denk dat dat een goede toevoeging is. Mevrouw Pierin, PvdA. Voorzitter, ik laat het inderdaad even op mij inwerken en u hoort het zeker voor de stemming. Dank u wel. En dan toch even ter check. Als die in stemming wordt gebracht, dan is het ontraden. Ja, ik vind, dat doe ik dan in dat soort gevallen altijd. Zozeer omdat ik het met de inhoud daar moeite heb, maar omdat dan noteren we deze voor nu, uitleg. Ja. Dan noteren we voor nu ontraden. Ja, precies. En dan tot slot motie nummer 12 van de heer Boswijk. Inderdaad een belangrijk onderwerp waar we tijdens de debat ook al heel veel over hebben gesproken. Ik denk dat het goed is, hè, dat de Kamer door het kabinet, door ons echt goed wordt geïnformeerd over hoe die integratie eigenlijk vorm krijgt en in hoeverre dat past bij die capaciteitsdoelstellingen van de NAVO. Ik zou zelfs willen toevoegen dat we ook altijd bereid zijn om de Kamer ook daar een technische briefing over te geven. Dus even los van de stukken die we produceren, kunnen we altijd tekst en uitleg geven met de echte deskundige, want het is best wel een complex proces, ook aan de kant van de NAVO. Dus die uitnodiging die staat. Wij denken dat we de goede keuze hebben gemaakt. Ik weet ook in mijn gesprekken die ik heb met bijvoorbeeld de SG van de NAVO, dat die samenwerking en die verdere integratie en die slagkracht die we daarmee creëren ook heel erg belangrijk wordt gevonden door de NAVO. Dus ik heb goede hoop, maar het zal een proces zijn. En ik wil de Kamer daar graag in meenemen en ik ben bereid om de formulering in de motie om die daarbij te benutten, zodat de Kamer zich goed geïnformeerd acht. En dan geef ik graag het oordeel aan de Kamer. Motie 11, oordeel Kamer. 12. Excuus, motie 12. Motie 12, oordeel Kamer. Ja. Dank, voorzitter. Ik hoor al dat 11 ook mag, maar dan komen dan, die is ontraden, zie ik. Dus dat laten we daar dan niet aan beginnen. Even kijken. Dan is het woord nu, dan dank ik de minister, en dan is het woord nu aan de staatssecretaris voor de resterende moties, de staatssecretaris. Dank, voorzitter. En met de ontbrekende nummers op uw lotformulier. Motie nummer 2 van de heer Valstar verzoekt het kabinet de transitie van de marine inzichtelijk te maken. Die krijgt van ons oordeel Kamer. Het klopt dat de heer Valstar zegt dat er de komende jaren veel gaat gebeuren bij de marine. Inzetbaarheid in relatie tot onze taken is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. We gaan dat met die tijdspannen van 15 jaar inzichtelijk maken. Twee opmerkingen er wel bij. Het is met de kennis van nu en 15 jaar. Dus ik kan niet met zekerheid 15 jaar vooruitkijken. Dus de onzekerheden die daar in de tijd spelen, die zullen we met alle mitsen en maren als dienen enzovoort dan in het overzicht gaan opnemen. Dank u wel. Daarmee krijgt die motie 2 oordeel Kamer, want ik zag de heer Valstar knikken. Dan ben ik bij motie nummer 5. Die is van de heer Van Haga en die verzoekt de regering om te verkennen of Defensie contracten voor onbepaalde tijd zou kunnen aanbieden.
Die ontraad ik, maar wel met goed nieuws, namelijk we doen dit al. Sterker nog, op een aantal functies leveren juist die vaste contracten en we zijn aan het kijken of we dat niet juist nog veel vaker kunnen doen. Dus steun gehoord, maar motie wel ontraden omdat we het al in de praktijk aan het doen zijn. Dan motie 5 ontraden. Motie nummer 8 van de heer Dassen. Over de kapitale munitie verzoekt de regering in overleg met Duitsland en België te onderzoeken hoe de gezamenlijke productiecapaciteit kan worden vergroot naar oordeel de Kamer. En denk ik niet alleen voor kapitale munitie, maar ook gewoon in de brede, dus ook klein kaliber. En we nemen het ook mee in de gesprekken in het kader van de DIS en in de nieuwe geopolitieke context. Motie 8, oordeel Kamer. Datzelfde, mevrouw de voorzitter, geldt voor motie nummer 9 van de heer Dassen. En die gaat over munitie produceren. Ook daar oordeel Kamer. Op onderdelen doen we dit natuurlijk al, onder meer via NATO Support en Procurement Agency. Desalniettemin denken we dat hier een goede steun in de rug is voor ons, ook om de interoperabiliteit te steunen. Dus oordeel Kamer. Motie 9, oordeel Kamer. Dan de laatste, motie nummer 10, ook van de heer Dassen. En dan zie je dat je... Nou ja, staatssecretaris Defensie toch weer op de valreep een nieuw woord leert, katoenpluis. Ik zou eigenlijk de heer Dassen willen vragen of we deze motie niet even aan kunnen houden. Want ik wil hier gewoon even wat langer naar kijken. Hier is in het debat ook niet over gesproken. Dus dit is even een nieuwe voor me. En daar wil ik even rustig naar kunnen kijken met het verzoek dat ik daar begin 2023 op terug ga komen. De heer Dassen. Vals. Voorzitter, dat is helemaal prima als staatssecretaris daar begin van het volgende jaar op terugkomt. Graag. Motie 10 wordt daarmee aangehouden. Noteren we dat. Dan dank ik de staatssecretaris en ook nogmaals de minister van Defensie voor de beantwoording van de openstaande vraag en de appreciatie van de moties. Ik vertel de leden dat we hierover vanavond gaan stemmen en dat we dan extra aandacht nog hebben voor de motie van mevrouw Piri of die aangehouden wordt of in stemming wordt gebracht. Daarmee wil ik voortvarend doorgaan met het volgende debat, want we lopen al iets uit de tijd. En ik zie dat de minister van Buitenlandse Zaken ook al is aangeschoven, die ik hierbij ook welkom heet. We hebben bij het volgende debat, dan moet ik meteen de goede papieren er weer bij pakken waar we zijn gebleven. Dat is het 2-minuten debat, autonome wapens, naar aanleiding van een commissiedebat gehouden op 5 oktober. En daar hebben wij één spreker van de zijde van de Kamer. En dat is de heer, hij is al onderweg.